ben sinds 2002 bij het Stoomgemaal de Tuut en ik probeer hier de techniek een beetje te organiseren. En we doen hier ook opleidingen van nieuwe stokers, machinisten die bij de Tuut komen. En vandaag een speciale dag omdat we voor het derde jaar eigenlijk jonge mensen van het AOT uit Apeldoorn hebben. Snappen ze er een beetje wat van? Ja, dit zijn enthousiaste jongeren. Die hebben al een jaar achter de rug, weten wat stoom is. En die worden door ons eigenlijk de praktijkkneepjes aangeleerd. En ja, proberen ook enthousiasme te kweken om dit soort installaties in stand te houden. We hebben vanochtend uiteraard een kopje koffie en ontvangst. Verteld wat het doel van het gemaal was. En daarna de vergelijking gemaakt van oude en nieuwe techniek. Want in principe is deze installatie is eigenlijk in grote lijnen hetzelfde als een complete oliegestookte of kolengestookte installatie zoals in Nijmegen. Maar snappen ze het ook een beetje of is het toch de verouderde techniek die ze niet snappen? Natuurlijk in grote lijnen wordt het gesnapt. Maar wat wij mee te maken hebben is dat we het oude eenhedenstelsel hier nog gebruiken. Dus wij hebben het over kilogrammen per vierkante centimeter. En deze heren die hebben het allemaal over pascal. En dat is voor ons al een beetje onbekend. Maar dat is de tijd. Het staat nu nog stil, maar het gaat draaien. Het gaat zo meteen draaien. We hebben natuurlijk tijd nodig om de ketel op te stoken. Daar zijn ze ook bij betrokken geweest. We hebben tijd nodig om de stoomleidingen voor te warmen. We hebben tijd nodig om de stoommachines voor te warmen. Als dat achter de rug is, en dat is met een klein half uurtje zo meteen, dan wordt de machine in startstand gezet. En een van de mannen kan dan de afsluiter opendraaien. En als het goed is, gaat de machine dan draaien. En nog even over de Tuut. Wat doen wij als GDF Suez daar verder mee? Weet je dat zo? Wij hebben goede contacten met GDF Suez nog, via Nijmegen en Mart van der Brink ken ik heel goed. We zijn hier met 7 mensen van de centrale hier. En we hebben natuurlijk oud-collega's die hier regelmatig komen. En gelukkig worden wij ook vaak gesponsord met financieel op dit soort dagen. Maar gelukkig kunnen we ook voor een klein klusje bij de centrale in Nijmegen wel eens aankloppen. En ik hoorde ook wat over die kleine stoomgemaaltjes. Is dat ook van jullie, waarmee je naar beurzen gaat? Ja, wij hebben, dat doet met name Mart van der Brink met een paar andere collega's van ons. Wij gaan naar open dagen van de GDF Suez in de Maasvlaktecentrale. En we staan ook bij Dordrecht hebben we gestaan, stoomdag. En we hebben bij de EMO dagen ook gestaan. En dat is voor ons ook leuk, want wij hebben zulke oude machines die we mee kunnen nemen. En vertellen waarom we dat doen. En ja, kinderen en ouders staan zich te vergapen aan die techniek. En alleen maar, het is alleen maar gemoderniseerd, want het proces is nog steeds hetzelfde in grote lijnen.